Bij diverse cafés aan het Kat en Diep komt een overdekt winterterras met verwarming. Dit als compensatie voor ondernemers die getroffen zijn door de casinobrand. De extra stroomvoorziening is al door de gemeente aangelegd. De Partij voor de Dieren is hier niet blij mee. Ja, we hebben een duurzaamheidsambitie. In 1935 willen we energie neutraal zijn. En als je hier dan gaskachels gaat plaatsen, ja, dan is dat natuurlijk geen goed visitekaartje. Dat is niet iets wat meewerkt aan die ambitie. U heeft daar gisteren vragen over gesteld bij de gemeenteraad. Kunt u vertellen wat de reactie was? We hebben hier een vraag over gesteld. Ja, wat eraan vooraf ging is dus dat we al eerder een motie hebben ingediend in de gemeenteraad. Die is aangenomen met een grote meerderheid. En dan, daarin roepen wij op dat de Horeca Nederland, de Koninklijke Horeca Vereniging Nederland, met de afdeling Groningen, met ondernemers gaat praten van hoe krijgen we de terrasverruiming duurzamer. Aan de hand daarvan hadden wij verwacht dus dat het college in de gesprekken met de ondernemers hier dat hadden meegenomen. En de wethouder heeft dus in de raad heeft dat aangegeven dat hier in deze gesprekken dus niet is gebeurd. Het winterterras wordt geëvalueerd door de gemeente om te kijken hoe de duurzaamheid verbeterd kan worden. De terrasverwarming blijft tot april. Zo'n evaluatie, dat klinkt toch gewoon een beetje als mosterd naar de maaltijd. Ja, dat klopt. Het is, je kan dit waarschijnlijk ook niet meer terugdraaien, want men is al begonnen met de aanleg van de terrassen. Dus ja, ik denk niet dat er mogelijkheden zijn om dit te stoppen. Dit kan natuurlijk wel lering zijn, ook van dat je kan zien van ja, is terrasverwarming. Trekt dat ook extra klandizie aan? Helpt dat? Dus dan ben ik wel benieuwd of dat uit die evaluatie komt. En ik denk dat wel belangrijk is om te weten. U heeft daar twijfels over? Dat is een vraag die je kan stellen. Het is, je ziet ook aan de grote markt zie je dus dat veel wordt ingezet op terrasverwarming. En dit is denk ik ook een beetje in navolging daarvan. Het is een trend. En wij denken van, we vinden het eigenlijk ook jammer dat je als ondernemer of als horecaondernemer ook niet de seizoenen meeneemt. Bijvoorbeeld in de winter zit je lekker binnen en in de zomer als het warm is bouw je een terras op. En in de lente als het lekker warm is of in de nadagen van de herfst. Dus dat vinden we echt jammer. De Partij voor de Dieren gaat nadenken over hoe ondernemers te stimuleren duurzamer te zijn. Via de politiek kan je dingen doen, maar het is natuurlijk ook iets, een oproep naar horecaondernemers zelf van let op, onderneem duurzaam. En de consument? En de consument, ja, die natuurlijk ook. Het is, dat is ook, die weten in principe, ook als dit in het nieuws komt natuurlijk, van als je hier op een terras een warme chocolademelk onder een heater zit te drinken, dat het natuurlijk niet echt milieuvriendelijk is. Volgens de Partij voor de Dieren is het ook gezellig om binnen een kop warme chocomelk te drinken. Daar kunnen we elkaar warm houden.